Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik maak heel vaak first impression video's en zoals de naam al zegt, first impression is eerste indruk. En dan laat ik mijn allereerste indruk zien van bepaalde make-up artikelen. Maar het is dus echt een eerste indruk. Mijn eerste indruk kan heel goed zijn en later slecht worden. En ik heb ook af en toe dan mijn eerste indruk echt iets van ja, nee, ik vind het niet zo. En dat ik het product vaker gebruik en ik het dan ineens wel goed vind. Dus af en toe verandert mijn mening. Meestal niet. Ik zou zeggen dat 90% van mijn first impressions ook altijd zo blijft. Want ik kan het altijd wel een beetje inschatten. Plus ik maak ook vaak video's tot aan het einde van de dag. En dat ik op het einde van de dag nog een update doe. Dus meestal heb ik wel gewoon de juiste informatie voor jullie. Maar zo nu en dan heb je een product waar mijn mening toch over verandert. Dus het leek me wel leuk om een first impression update te doen, zodat ik jullie kan vertellen over alle make-upjes waar mijn mening een beetje over is veranderd. En dit kan goed zijn, maar ook slecht zijn. Dus blijf vooral gewoon even kijken. Nou, als je ook iets opvalt aan mijn wenkbrauwen. Ik heb mijn wenkbrauwen niet gedaan, want ik heb ze laten microbladen. Of hoe je het ook zegt. Maar ik heb in ieder geval microblading laten doen. Deze video staat zaterdag online. En afgelopen donderdag heb ik dan de vlog geplaatst waar ik liet zien alles over microblading. Vandaag is het zondag. Ik heb gisteren de microblading laten doen. Dus dit is dag 2. En ik ben er echt nog steeds heel blij mee. Ik vind het echt, echt mooi. Echt, ik raad microblading voor iedereen aan. Dus mocht je geïnteresseerd zijn in mijn microblading proces, bekijk dan even mijn vlog van afgelopen donderdag. Vergeet ook niet alvast te liken en te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te klikken naast abonneren, zodat je zeker weet dat je mijn video's altijd ziet. Want YouTube laat het tegenwoordig niet meer zien, dus je moet echt op het belletje klikken. En dan gaan we snel door naar de video. Nou, we gaan beginnen. Even iets over mijn make-up look van vandaag. Ik weet dat ik er weer veel vragen over ga krijgen. Deze make-up look staat op mijn Instagram. Er staat ook een mini tutorial op mijn Instagram van deze make-up look. Dus als je hier benieuwd naar bent, dan kun je even naar mijn Instagram gaan. Op mijn lippen heb ik Velvet Teddy van MAC. Nou, het eerste waar ik het over wil gaan hebben is de Beauty Bakery Translucent Powder. Dit is al mijn tweede, dus ik was hier altijd heel blij mee. Maar hier is mijn mening toch een beetje over veranderd. Ik weet niet waarom, maar ik vind hem nog wel fijn. Maar het blijft allemaal een beetje plakken hier onder mijn ogen. Blijft die poeder echt een beetje plakken. En dan moet ik elke keer best wel hard met de make-up kwast het er helemaal zo afhalen. Dus ja, ik denk dat ik deze niet meer ga gebruiken. Want met mijn Laura Mercier poeder is dat niet. Met mijn Milani Translucent Powder is dat ook niet. Dus vergeleken met andere ja, losse poeders blijft deze toch te veel plakken. En als ik echt hard druk moet zetten met mijn kwast, dan gaat ook andere foundation onder eraf en zo. En ja, het is gewoon een bende. Dus ja, ik heb nog wel een beetje over. Maar ja, ik ga hem gewoon nog af en toe gebruiken. Bijvoorbeeld gewoon lichtjes over mijn hele gezicht. Want de poeder is wel heel fijn. Ik vind hem gewoon niet meer zo fijn om mee te baken. Dan heb ik hier de Zoeva Graphic Lash Mascara. In de video waar ik dus de first impression deed over deze, vond ik hem gewoon prima. Ik vond hem niet geweldig. Ik vond hem niet slecht. Ik had niet echt een mening erover. Er was niks wat me opviel eraan. Nu heb ik dat wel. Ik vind hem helemaal niks. Ik vind hem echt helemaal niks. De eerste keer toen ik hem opdeed was hij gewoon oké. Maar al gelijk de tweede keer was hij al helemaal zo dik en plakkerig. Alsof ik hem al super lang heb. Kijk ook even het borsteltje. Het is gewoon één zwarte zooi geworden. En ja, ik vind wel dat je een mascara wel een tijd moet kunnen gebruiken. En niet like één keer. Deze was 10 euro by the way. Dan heb ik hier nog een losse poeder. Die van Milani. Dit is de Translucent Light to Medium. Is de kleur. Ik heb Light to Medium. Je hebt ook andere kleuren. In mijn first impression vond ik hem gewoon oké. Ik vond hem niet speciaal. Maar ik vind hem nou wel heel speciaal. Ik vind hem echt heel fijn. Ik heb hem nou al vaker gebruikt. Ik heb hem vandaag ook weer gebruikt om mee te baken. Hij blijft ook niet zo plakken onder mijn ogen. De kleur is ook echt heel goed. Hij is niet te wit. Die van Beauty Bakery is vrij wit. Deze is echt gewoon een beetje licht huidskleurie. En die doet me ook het meeste denken aan de Laura Mercier Translucent Powder. Enige nadeel wel is dat hij echt heel snel opgaat. Ik heb hem pas net. Ik heb hem een aantal keer gebruikt. Maar ik bake wel echt. Dus ik gebruik wel echt veel poeder. Maar hij gaat best wel snel op. Je hebt niet echt veel. Dat kun je ook wel zien. Even kijken, je hebt 3,5 gram. Dat is niet echt heel veel. In die van Beauty Bakery zit bijvoorbeeld 21 gram. 3,5 gram, 21 gram. Dat is echt een heel groot verschil. Dus ja, ik vind deze zeker je geld waard. Deze is 15 euro. Ook even een korte update over de Revolution Foundation Stick van like 6 euro. Deze is zo goedkoop. Ik vond hem in mijn video echt prima. Hij is ook echt prima. Hij is echt gewoon goed. Het enige waar ik jullie even een update over wil geven is de kleur. F5 is echt veel te licht voor mij. Dus als je een huiskleur hebt als ik en denkt van oh, Sarah heeft F5, dus ik ook. Nee, hij is echt te licht voor mij. Ik zou denk ik gaan voor F10 of zo. Want F5 is echt iets te licht voor mij. Dus haal niet deze kleur. That's it. Meer wilde ik hier niet over vertellen. Nou, ook even een update over de Maybelline 24 Super Stay Foundation. Deze had ik ook gereviewd. Deze vond ik heel fijn. Ik vind hem nog steeds heel fijn. Hij is echt heel full coverage. Ik vind hem echt heel erg mooi. Ik krijg alleen van verschillende mensen te horen dat het bij hun heel cakey is.
Dat klopt, het is ook echt een vrij dikke foundation, dat moet ik eerlijk bekennen. Maar je moet hem echt gebruiken met een goede primer en een setting spray. Vooral setting spray. Ik gebruik echt MAC Fix Plus en nog een setting spray op het einde. Deze moet je echt daarmee gebruiken. Als je deze gebruikt zonder setting spray, zonder MAC Fix Plus, zonder helemaal geen enkele spray, dan gaat die inderdaad echt te cakey zijn. Dus als je deze wilt laten werken, gebruik een spray. Ik heb ook hier de Milani 2-in-1 Foundation en Concealer. Met dit eigenlijk hetzelfde verhaaltje als met de Maybelline Foundation. Deze kan ook vrij cakey worden als je geen primer gebruikt, geen setting spray gebruikt. Je hoeft niet per se echt MAC Fix Plus en helemaal een dure setting spray te halen. MAC Fix Plus raad ik trouwens wel echt aan, die is echt heel goed. Een goedkoper alternatief is de Elf Mist & Spray. Kun je gewoon kopen online op mijn website. Maar gebruik echt gewoon welke spray je ook hebt. Je moet deze twee foundations echt met een spray gebruiken. Maar voor de rest vind ik ze echt top. Deze is echt vooral top voor een droge huid, jongens. Nou, dit was een vrij korte video. Maar ik wilde toch even een update geven voor jullie. Ik hoop dat jullie dit fijn vonden. En dat je ook een beetje op de hoogte bent van waar ik allemaal mee bezig ben. En wat ik allemaal test en zo. En mijn mening over mijn make-upjes. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zaterdag en dinsdag om 1 uur. Extra video's op donderdagen om 1 uur af en toe. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij de volgende video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Doeg!